Goedenavond en welkom bij het grote obesitasdebat 2022. Hij is vooral gespecialiseerd in sustainable economy, zeg ik dat goed? Mag ik een hartelijk applaus voor Paul Smeets? Ik zie twee rollen weggelegd voor mij als econoom. En de eerste daarvan is om te onderzoeken van, nou, wat zijn nu eigenlijk de kosten van obesitas? En dan heb ik het niet alleen maar over de financiële kosten. Want Ernst zei al, de econoom is er voor het geld. Dat klopt, maar een econoom bemoeit zich eigenlijk ook met het welzijn in de samenleving. Dus als ik het heb over kosten, heb ik het ook over wat zijn die kosten nu en wat zijn die kosten aan de ene kant voor het individu, maar aan de andere kant ook voor de samenleving. De tweede kant waarom ik denk dat een econoom iets relevants te melden heeft over obesitas, is dat een econoom ook goede kosten-baten-analyses kan maken. En daarbij dus kan aangeven van, hey, welke soort van programma's weten we nu dat die eigenlijk effectief zijn en bij welke soort interventies zijn die minder effectief. En wat ik heel veel wetenschappers, politici en vooral het bedrijfsleven zie doen, is zij leggen eigenlijk vaak de schuld van obesitas neer bij het individu. En heel veel wetenschappelijke artikelen zeggen, ja, mensen hebben een gebrek aan zelfcontrole. En als ze nu gewoon nog eens wat meer zelfcontrole hebben, dan komt het allemaal wel goed. Maar zelfcontrole is geen verklaring voor de toename in obesitas. Als je kijkt, is obesitas sinds de jaren 80 ontzettend gestegen. Maar als je kijkt naar de zelfcontrole, en die zijn over de lange termijn zijn die onderzocht in heel veel verschillende landen, dan zie je eigenlijk dat die zelfcontrole, die is gewoon stabiel gebleven. Als grootouders als die patat wilden maken, dan moesten ze eerst bij de groenteboer moesten ze de aardappels halen, die moesten ze schillen, in stukken snijden, voorbakken en dan moest je wachten en dan moesten ze nog na gaan bakken. Nou, en ik hoef alleen maar naar de Burger King te gaan. Dus het systeem moet veranderen en dat is mijn stelling voor vanavond. Pakjes sigaretten hebben ze allemaal van die hele vieze plaatjes neergezet. Hè? Ja. Dat heeft nul effect. Dus dat werkt gewoon niet. En als ik bijvoorbeeld naar de Nutri-scores kijk, nu dus gewoon belachelijk. Die staan helemaal nergens op. Terwijl bijvoorbeeld als je naar andere landen kijkt, je kijkt naar Noorwegen, naar Frankrijk, naar Engeland. Daar zie je dat ze nu een suikertax hebben ingevoerd op frisdranken. Nou, en wat is nu het mooie van zo'n suikertax? Dat is dat die geld oplevert voor de schatkist. En dat geld kun je nu juist weer gaan gebruiken om te gaan investeren in programma's of misschien die medicijnen die wel werken. Heel technisch, maar de prijselasticiteit van voedsel is ongeveer 0,5. Betekent heel simpel dat als je de prijs met 10% verhoogt, gaat de vraag met 5% naar beneden toe. En dat is heel goed aangetoond, dus dat werkt wel. Als je dus naar roken kijkt, dan hebben ze veel meta-analyses gedaan. Dat betekent dat je dus gewoon honderden studies bekijkt. Zijn er eigenlijk twee factoren die dat hebben teruggedrongen. Het eerste is inderdaad dat je dus bijvoorbeeld niet meer in bars mag roken en in restaurants. Maar de tweede is wel degelijk dus de accijns. Dat blijkt uit dus honderden studies dat de twee factoren zijn die er echt toe doen. Dus die kan ik dan ook doortrekken naar eten. Naar eten. Ja. Als je ziet nu met name eigenlijk mensen die met lage inkomens rond moeten komen, daar is gewoon de obesitasprevalentie het hoogste. En die kunnen nu juist vaak niet betalen om iets gezonds te eten. Dus ik denk zeker dat je door die prikkels goed in te richten dat kunt doen. Ik heb eigenlijk ook vooral wel heel veel geleerd, ook van de arts, de psycholoog en vooral eigenlijk ook van de ervaringsdeskundigen. Wat ik daar toch uit meeneem is dat we ook veel meer
die mensen het woord moeten laten. Te vragen waar hebben zij behoefte aan. En dat we daar veel meer onderzoek naar kunnen doen. Om te zien van hoe kunnen we die mensen nu helpen. Die zelf eigenlijk heel veel, denk ik, in te brengen hebben. En waar we volgens mij veel meer naar kunnen luisteren. Zeker. Mag ik even een applaus voor alle sprekers. Robert, Lisbeth, Anita, Marjolein en Paul.